Ik kreeg best wel wat comments met Jesse. Ga een potje spelen tegen bots, maar alleen met je pickaxe. Ik ga dus gewoon vandaag proberen een potje Fortnite te winnen tegen bots met alleen maar mijn pickaxe. Ja, het is heel makkelijk. Dus heb je daar de zin in, smash even je blauw duimpje omhoog en abonneer ook even op mijn kanaal. Want ik zie dat heel veel mensen niet geabonneerd zijn. Dus het enige wat je moet doen is even op het abonneerknopje klikken. Zou ik heel erg waarderen, dus bedankt alvast. En dan maak je ook meteen kans op een shout-out. Want shout-out aan deze persoon voor het abonneren op mijn kanaal. En als je me volgt op Instagram, maak je ook kans op een shout-out. Namelijk shout-out aan deze persoon voor de volgende Instagram. Maar laten wij maar lekker een potje gaan beginnen. Let's go. Yeah! Wij zitten in een potje. En wat belangrijk is voor deze challenge is dat wij veel materials hebben. Want wij moeten bouwen als een gek. Wij mogen namelijk niet geraakt worden door bots. Kijk, de loot maakt helemaal niks uit. Het gaat echt even om de materials. En net als bij de Stairway to Heaven ga ik even landen in een bos. Want wij moeten even heel veel hout hakken. En daar is ook Slurpy Swamp meteen in de buurt. En dat is ook wel fijn, want dan kunnen wij meteen lekker shields krijgen. Zonder shields zijn we ook de lul. Ik denk trouwens dat wij lekker bij... Ja, we gaan bij Slurpy Swamp, weet ik hoe het heet. Gaan we lekker landen. En er zijn heel veel bots hier. Oh nee, dit gaat lastig worden. We moeten er gewoon voor zorgen dat wij niet enemies tegenkomen met een shotgun. Waarschijnlijk heeft elke enemy die we tegenkomen een shotgun. Dus we gaan even lekker bomen, even lekker stenen hakken, lekker veel materials. En dan gaan wij gewoon een beetje enemies pickaxen. En ik denk dat wij het moeten doen door gewoon vooral lekker veel te gaan bouwen. En dan gewoon telkens in de rug van de enemy springen en gewoon hem één keer hakken en dan meteen weer bouwen. Het gaat nog best wel lastig worden, ben ik bang. We hebben hier loot. Oké, hier hebben we niks aan. Aan de vishanger hebben we wel wat. De vishanger mogen we gewoon gebruiken. Je kan niemand mappen met de vishanger namelijk. Maar we kunnen wel vissen. En dan kunnen wij healing dingen krijgen. Want het enige wat we eigenlijk nodig hebben is dingen om onszelf te healen. Oké, geef mij een slurpvis. Een slurpvis, dankjewel. Dat is lekker. Even lekker vissen. Geef mij een leuk visje. Dat is niet de vis die ik wil. Maar maak die... Oh shit. Geef mij een lekker visje. Dit is zeker een lekker visje. Een slurpvis. We hebben twee slurpvissen. Dat is mooi. En we hebben een blauwe AR. Nee, deze mogen we dus niet gebruiken. We gaan het slurpvis nog niet gebruiken. Die gebruiken we nooit. We hebben nu lekker paddenstoeltjes. Even lekker smikkelen, jongens. En nu we toch... Oh, nee. Een enemy. Een enemy. Oké, dat was echt heel scheef gebouwd. Hallo, enemy. We hebben onze eerste enemy. We gaan kijken of we deze enemy gewoon meteen kunnen pickaxen. Nee. Nee. Hij rent weg. Oké, weet je wat? Ga maar lekker wegrennen. Dan ga ik lekker verder met vissen. Kijk even hoe scheef ik heb gebouwd trouwens. En weer een slurpvis. En ik denk dat wij straks ook even moeten gaan rennen naar de storm toe. Want we moeten best wel een stukje. Geef me eerst nog even nog een slurpvis. Oké, jongens. Dit is echt top. We krijgen best wel veel slurpvisje. Ben ik me zo blij mee. Nog één. Nee. Come on, ik wil nog even één slurpvis hebben. Zou ik wel lekker vinden. Jeet. Ik vind het eigenlijk vooral leuk dat die bot die ik net tegenkwam gewoon echt lekker keihard wegrent meteen. Oké, helemaal prima. Weet je, ga ervoor. Als je bang voor me bent, dat snap ik voorkomen. Maar ik heb geen wapen, dus je had me best wel kunnen killen eigenlijk. 55 enemies over. Ik heb best wel weinig materials en ik heb nog geen kill. Maar we hebben wel lekker drie slurpvissen. We hebben drie van die oranje vissen. We hebben zo'n normale vis. Ik denk wel dat dit qua healing goed moet komen. We kunnen in ieder geval healen. Dus als wij gewoon één keer gehit worden met een shotgun, hebben we gewoon een slurvis en dan gaan we gewoon weer opnieuw die enemy hakken. Het is zo simpel. En we hebben hier nog twee mushrooms. Als ik deze neem, heb ik zo goed als full shield. We hebben eigenlijk nog één mushroom even nodig. Oké, yes. Ik hoor rechts van mij mensen vechten. Oké, ik denk dat wij eerst even lekker naar de storm gaan lopen. We moeten een beetje veilig zijn. Maar aan de andere kant wil ik ze wel killen. Nee, Jesse, je gaat later mijn enemies killen. Eerst even veilig in de storm. Want als jij niet in de storm bent en je wordt dan aangevallen, dan ben je echt de lul. Oh ja, zien jullie de enemy? Zien jullie de enemy springen? Hallo, enemy. Volgens mij heeft deze enemy mij ook gezien. Nee, de enemy rent weg. Oké, doei. Er wordt hier trouwens hevig gevochten. Misschien betekent dat de enemies weak zijn. Dus ik ga toch even een klein kijkje nemen, jongens. Ik wil toch even een killetje hebben. Vind ik wel even lekker. Hallo, enemies. Ik hoorde jullie hier vechten, maar waar? Oh, ja. We hebben een enemy gevonden. En deze enemy had ook één mini. Weet je wat? De mini nemen we ook gewoon lekker mee. Waar gaat hij nou heen? Waarom ren je voor me weg? Is dit nou dezelfde persoon als ik net tegenkwam? Ze rent voor me weg. Nee, niet op me schieten. Niet op me schieten. Doe dat eens even niet. Doe dat eens even niet. Waar ben je? Waar ben je? Ik moet uitkijken voor de shotgun. Kijk, dit bedoel ik dus. Ik moet uitkijken voor de shotgun. En dan hakken. Niet schieten. Niet schieten met de shotgun. Oh mijn god, dit is zo lastig.
Oké, we hebben gelukkig lekker slurpvisjes. Waar is de loot van deze bot? Als het goed is, had die... Ja, die had een medkit. Oké, dat is mooi. En dan moeten we doorrennen. En dit is oprecht nog lastig. Ik was letterlijk bij de allereerste bot waarmee ik ging vechten bijna dood. Ik moet het denk ik toch even wat slimmer gaan aanpakken, jongens, dit. En ik heb even meer dingen nodig om mezelf te healen. Ik heb gelukkig nog een vishengel, dus we kunnen nog even gaan vissen. Gewoon lekker naar de cirkel lopen en ondertussen een beetje vissen. Kijk, de small fries, die zijn ook gewoon chill. Ik krijg volgens mij gewoon... 10 HP van of zo? Ik kan het ook fout hebben hoor. Maar hey, het is gewoon mooi meegenomen. Gewoon lekker gaan vissen. Hallo lama. Geef mij even wat lekkere dingetjes. En uit de lama krijg... Letterlijk, we krijgen geen shields. Helemaal niks. Oh my god. Waarom krijg ik helemaal geen shields hieruit, jongens? Dit is een beetje jammer. Staat hier ergens nog een kistje? Zou ik wel even lekker vinden. Hallo kistje. Geef mij iets heel leuks. Minis. Nee, ik wil even wat meer minis hebben. Minis kan ik lekker snel mee healen. Ga gewoon lekker deze bus kapot hakken. En dan valt het kistje ook naar beneden. En minis, dankjewel Fortnite. Er zijn nog 22 mensen over. Ik heb maar 1 kill. We komen ook niet heel veel mensen tegen. En ik zie daar in de verte een enemy. Oké, we gaan proberen deze enemy te killen. Ik moet er toch aan geloven. De enemy ziet mij ook. Ho, ho, ho. Enemy. Enemy. Kom eens. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Ja, en dan hakken we. En dan moeten we meteen weer bouwen. Want dan pakt hij zijn shotgun. We moeten gewoon zorgen dat de enemy gaat hakken. Dat is een tactiek die we hebben uitgevonden. En niet dat de enemy gaat wegrennen. Hallo, enemy. Kom maar. Waarom rennen al die bots weg? Dat vind ik vervelend. Kom, 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 kom. Kom, kom, kom. En weer rent de bot gewoon weg. Kom eens hier. Hallo, bot. Hallo, bot. Wil je me niet raken met een shotgun? Alsjeblieft. De bot gaat in een bosje zitten. Oké. Wat is deze bot aan toe? Hij rent gewoon weg. Nee, kom alsjeblieft op me af. Kom eens op me af. Kom eens op me af. Ga dit even hakken. Ga dit even hakken, ja? Hak het. Hak het. Goed zo, goed zo, goed zo. En meteen weer bouwen, en meteen weer bouwen. En meteen weer bouwen. Oh, 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 oh. Hak het. Bam. Bam. Nee, 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 nee. Dit is tijd voor even een mini. Oh mijn god! De bot zit gewoon naast me. Hallo, bot. Hallo, bot. Ga hakken, ga hakken. Nee, nee, niet met je shotgun. Niet met je shotgun. En ik ga jou weer hakken. En nu moet je dood. Nu moet je dood. Nu moet je dood. Nu moet je dood. Let's go. Oh my god. Het is toch echt een uitdaging om die bots te killen. Het is niet normaal. En ik wil zo graag deze SMG oppakken. Maar het mag gewoon niet. Kijk, en nu zou ik wel even een grote shield kunnen gebruiken. Dus alsjeblieft, kistje. Geef mij een grote shield. Alsjeblieft. Nee, wat jammer dit. We gaan de slurpfish nog... Oh, oh, we hebben hier kleine shieldjes. Vind ik ook wel even lekker. Lekker opsmikkelen. We gaan de slurpfish nog even bewaren. We gaan namelijk hopen dat wij ergens een grote shield tegenkomen. Dus ik denk dat wij nog even ergens naar binnen gaan. En nog eventjes gaan looten. Een grote shield hebben wij namelijk geen ruimte voor om die mee te nemen. Maar we kunnen hem natuurlijk wel innemen. Daar zijn de enemies het vechten. Ik laat ze lekker vechten. Er zijn nog 12 mensen over, jongens. Ik heb trouwens het hele potje nog geen grote shield gezien. Ik heb geen idee hoe dat komt. Oké, we zijn in de boerderij. Geef mij eventjes een grote shield. Ligt er ergens een grote shield? Is hier überhaupt een kistje? Hier is niet eens een kistje. Oké, we hebben een kistje gespot. We hebben een kistje gespot. Alsjeblieft, een grote shield. Nee, een medkit. We hebben toch niks aan een medkit. Hallo, Fortnite. Mag ik een grote shield? Dankjewel. Oké, we krijgen een grote shield van Fortnite, gelukkig. Of toch niet? Ik blijf gewoon kistjes openen in de hoop dat ik gewoon 1 grote shield krijg. Weer geen grote shield. Hier zit trouwens bots als mallen met elkaar aan het vechten. Laat mij eventjes lekker met rust, dankjewel. Hier ergens in een kistje. Kom maar, grote shield, grote shield, grote shield. Ik zie wat blauws. Weer geen grote shield. Oh, jongens, enemy, 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 enemy. Hallo, enemy. Hallo, enemy. Echt, die shotguns zijn zo gevaarlijk. Oké, ja, kom maar. Hakken, hak het, hak het, hak het, ja. Hak het. Nee, ik heb... Oké, ik heb de enemy niet kunnen hitten. Ja, hak het kapot. Hak het kapot. Ik ga jou gewoon een paar keer hakken. Ik ga jou gewoon kapot hakken. Ik ga jou gewoon kapot hakken. Gewoon doen. Gewoon doen. Gewoon doen. Gewoon doen. Oh mijn god, ik ben echt bijna dood. Ik ben echt bijna dood. Oh mijn god, ik ben echt bijna dood. Maar de enemy is ook bijna dood. En mijn kill is gestolen. Wat lekker dit. Hallo? Jij hebt mijn kill gestolen. Wil je dat even niet doen? Ga even dood. Dankjewel. En nu krijgen we een grote shield. Oké, Fortnite. Maar we hebben er wel 3. Dus we hebben weer genoeg healings. Dus dat is wel chill. Er zijn nog 3 andere enemies over. En we hebben genoeg healings. Dus we gaan even kijken of wij nog wat mensen kunnen killen. Ik hoop eigenlijk dat de bots elkaar uitmoorden. En dat wij gewoon lekker alleen de laatste hoeven te killen. Ja, kom maar. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Deze bot. Oké, bots kunnen slaan. Hij wil een pickaxe battle! Een pickaxe battle! Dit was echt geniaal. Deze bot wou gewoon een pickaxe battle. Maar ik heb gewonnen. Let's go. Oké,
Oké, waar zijn die laatste twee bots? Hallo, waar zijn jullie? Waar zijn de laatste bots? Oh, ik hoor een bot. Onder ons. Onder ons zit een bot. Onder ons zit een bot. Waar is deze bot? Hij loopt hier. Oh, ik hoor hem een shotgun pakken. Oh. Kijk, hier is die laatste bot. Hier is die laatste bot. Jut. Nee. Ga weg met je shotgun. Niet met je shotgun. Ga maar hakken. Nee, niet met je shotgun. Nee. Oké, ga maar vooral wegrennen. Ga maar wegrennen. Weg met je shotgun. Ik ga je hakken, hè. Oh ja, ja, moet je maar niet met je shotgun komen. Ik zei het toch. Het is een 1 tegen 1 tegen de laatste bot. We hebben al 5 kills. De laatste bot is gespot, jongens. Wil je niet met je shotgun gaan? Eén keer hakken. Oké, hij heeft geen shield. Dat scheelt al. Come on. Oh nee, ik moet even healen. Even lekker een grote shield drinken. Gewoon voor de zekerheid. Jut. Nog één keer. Ik moet het nog één keer hakken, denk ik. Weet je wat? Ik ben klaar met je. Jut. En we hebben gewonnen met alleen de pickaxe. Met 6 kills tegen bots. Het was lastig dat ik dacht. Ik ben bijna één keer dood te gaan. Maar vond jij nou een leuke video? Smash dan even je blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Laat vooral weten in de comments welke challenge ik de volgende keer moet doen. En dan zeg ik later, mensen.